Noortje is vandaag langsgekomen. Dat vind ik heel erg leuk. En ja, we hebben besloten om samen de brother en sister tag te doen. Omdat, dat heb ik besloten. Nou, mijn broertje zei van zullen we samen weer een filmpje maken? Toen zei mijn broertje van ja, oké. En omdat ik weet dat jullie het ook leuk vinden als hij in mijn filmpjes komt. Want dat laten jullie heel vaak achter bij de reacties. En daarom gaan we de brother en sister tag doen. En ik heb hem weer op mijn telefoon. Dus vandaar dat ik steeds op mijn telefoon ga kijken. En laten we beginnen met de eerste vraag. De eerste vraag is, hoe oud zijn jullie? Nou, ik ben 18. Hoe oud ben je? 16. Nee, 16. We schelen 2 jaar. En 2 jaar en 2 weken eigenlijk. Dus hij is 16 mei jarig en ik 30 mei. Hé, hey, te veel informatie. Oké. Kom op. Beschrijf elkaar in 1 woord. Die is best wel moeilijk. Ik denk, als ik jou in 1 woord moest beschrijven, dan zou ik grappig doen. Ik vind je heel grappig. Ik vind dat je heel hele leuke humor hebt en dat je heel goede grapjes kan maken. Ik zou zeggen gepassioneerd. Omdat als je iets hebt in je hoofd, dan kost wat kost doe je wat dat je dat wil bereiken. Dat ik ergens moeite voor doe als ik iets wil bereiken. Ja, dat je goede moeite. Nou, dankjewel. Halen mensen jullie wel eens door elkaar? Ja, mijn vader. Ja, alleen mijn vader. Maar dat niet echt dat hij geen verschil herkent tussen ons, maar meer gewoon... Volgens mij is dat... Ik weet niet. Het is wel bij kutkinderen zijn, volgens mij. Ik denk dat. Oké, volgende vraag. Wat irriteert je soms aan de ander? Mag ik eerst? Ga je gewoon. Oké, nou wat mij soms irriteert aan Michiel is dat hij is heel erg lief. Hij kan soms ineens heel erg stoer en kortaf doen. En daar kan ik niet zo goed tegen als hij dan ineens zegt van, vind het wel leuk om bij me langs te komen? En dan zegt hij, ja. Of dan zeg ik van, hey, zullen we dan afspreken? Of dan zeg ik van, ik mis mijn broertje wel. En dan zegt hij, lol. Of dat soort dingen. Dan doe jij heel erg kortaf. En daar irriteer ik me wel aan. Ik vind het niet leuk als je zo stoer doet. Dat hoeft niet voor je zus. Soms wel. Nee. Oké, nu. Waar irriteer jij je aan bij mij? Nou, sinds je mag één ding zijn. Sinds je het huis uit bent, heb ik geen last meer van. Maar dat je me wel eens om 2 uur 's nachts wakker zong. Ja, zing om 2 uur 's nachts. Terwijl ik om de volgende dag om 7 uur eruit moest. En mijn vrouw tot 4 uur 's middags in bed ligt. Hé, hey, maar sommige mensen betalen voor zo'n concert. Stop al. Oké. Ik hou wel van zingen, hè. Om 2 uur 's nachts. Om 2 uur 's nachts. Ik weet niet, in de avond krijg ik wat energie en dan wil ik wat dingen doen. Hoe is het om het broertje van een YouTuber te zijn? Op dat kanaal dat ik had, had ik meer subscribers dan jij. Ja, mijn broertje heeft ook op YouTube, zat een tijdje online op YouTube. Als Cello 09 op het Even Gamer kanaal daarbij, ter informatie, dat was al heel lang geleden, oké? Maar gaf je een soort voice-over bij Call of Duty, geloof ik. En bij allemaal games. En dan, blijkbaar is er heel veel de vraag naar, want hij had best wel veel abonnees. Hoeveel abonnees had jij? 400. Dat is best veel. Ik heb er nu 300 en dat vind ik al superveel. Maar, ik merk niet veel verschil met een normale zus en een zus op YouTube. Nee. Hebben jullie wel eens ruzie? Volgende vraag. Ja. Ja, we hebben wel eens ruzie. Ja. Wat is het beste aan de ander? Is dat niet hetzelfde als net? Een beetje wel. Ja, ik denk het beste aan jou is je gevoel voor humor. En ik denk ook dat je heel erg goed... ik weet niet, als iemand een ruzie heeft of zo, of een discussie, soms kan het heel irritant zijn. Dan gaat hij zich er op een hele negatieve manier mee bemoeien. Maar soms heeft hij ook juist wel dat hij altijd... Ja, ik vind het wel goed van Michiel dat hij altijd probeert om de vrede te behouden. En hij probeert toch altijd te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dat iedereen gewoon met elkaar overweg kan. Dat vind ik wel een goede eigenschap. Nu mag je zeggen wat je goed aan mij vindt. Ja... Ik heb het net al gezegd. Wat is het beste aan mij? Net, wat ik net zei. Wat zei je net? Ja, over dat als je iets voor ogen hebt, dat je er alles aan de goede motivatie hebt om dat te halen.
Nog iets anders? Nog meer. Ja. Je kan wel goed zingen op zich, denk ik dan. Dankjewel. Om 2:00 s'nachts. Ga verder. Dat vind ik lief. Oké. Heb je ooit een geheim van elkaar aan een ander verteld? Nee. Volgens mij heb jij dat wel gedaan. Wat? Ik weet niet. Ik kan me herinneren dat ik wel eens. Dat jij mij wel eens belachelijk maakte bij vriendjes van jou. Ik denk 3 jaar geleden of zo. Maar je hebt nog nooit een geheim van mij verteld? Ik weet niet, ik kan geen voorbeeld noemen, maar dan zal het al zo zijn. Nee, nog nooit een geheim van de ander verteld aan dan. Jullie favoriete grap? Ik denk dat dat is what she said of zo. Nee. En ja, we hebben ze scoort, want Ginne laat Yatzee spelen. En ik snapte, ik had nog nooit Yatzee gespeeld, dus ik wist niet goed hoe het werkte. Maar mijn broertje is er heel goed in. Nou, ik heb het wel eens gespeeld, ja, maar ik weet. Ja, maar hij wist wel hoe het moest. En dus wij gingen Yatzee spelen via een site, met mijn moeder erbij. Dus ik was steeds, mam, wat moet ik doen? En toen had ik bijvoorbeeld, 5 vieren gegooid, maar dat is Yatzee. Maar toen had ik hem ingevuld bij de vieren. En toen ging mijn broertje me steeds uitlachen. En die zei, I have no idea what the fuck I'm doing. En dan met een foto van zo'n hond erbij. Ja, 9gag. Ja, van 9gag. Dus dat is nu een beetje onze grap, van I have no idea what the fuck I'm doing. En dan moeten we al bij lachen. Ja, ik denk dat het wel, ja. Nou, dat is dus onze grap, van I have no idea what the fuck I'm doing. Jullie favoriete herinnering samen? Ik denk dat er niet echt één herinnering is samen. Maar ik denk dat ik het altijd fijn vind dat, zeg maar, onze ouders zijn gescheiden. En die hebben wel eens, ja, ruzie gehad en zo. Maar ja, dat heb je wel eens. Maar ik vond het dan altijd heel erg fijn omdat je dan soms 2 verschillende verhalen hoort van beide ouders. En ik voelde me soms heel erg, ja, ik weet niet, ik alsof ik, zeg maar, toch steun nodig had. Maar soms dan ben je boos op je ouders. En dan wil je geen steun van je ouders zelf. Omdat je daar boos op bent. En dan vond ik het wel heel erg fijn dat ik toch een broertje had. Waarbij ik toch... Dat wij samen gewoon dingen konden bespreken over. Van ja, dit vind ik niet leuk aan papa. En dit vind ik niet leuk aan mama. Ik vond het wel altijd fijn dat ik jou dan daarvoor had. En daarom heb ik zelf ook... Als ik zelf later kinderen zou willen. Zou ik bijvoorbeeld nooit één kind willen. Omdat ik het zo fijn vind dat jij mijn broertje bent. Dat ik altijd wel... 2 kinderen zou zijn. Dat is wel lief. Ja, dat ze dan iemand hebben om van te halen. En weet ik niet meer. Ja, ik denk hetzelfde wel. Ik hou van jou. Verder. Nee, ik vind hem heel lief. Volgende vraag. Zijn jullie echt broer of zus? Of half of stiefbroer? Nou, we zijn gewoon echt broer en zus. We hebben wel 2 halfzusjes. Eentje van 3 en eentje van 9. Maar ja, dus. Maar wij zijn gewoon echt broer en zus. Mm-hmm. Mm-hmm. Raad elkaars favoriete zanger. Heb jij een favoriete zanger? Nee. Vroeger was het Aiken. Ja, dat heb je in een vriendenboekje gezien van 2006 of zo. Wat is mijn favoriete zanger? Of zangeres? Nee, echt niet. Ik denk ook niet dat ik echt een favoriet heb. Ik vind Brianna, Kelly Clarkson, Beyoncé, ja, eigenlijk alles. Lady Gaga vind ik ook goed. Ja. Bij wie duurt het langst voordat hij of zij klaar is met omkleden? Volgende vraag, Eline. Ja, bij mij. Draagt Eline liever hakken of platte schoenen? Weet ik veel. Denk je dat ik liever hakken draag of liever platte schoenen? Ik denk omdat je klein bent, hakken. Nee, ik draag liever platte schoenen. Omdat ik hakken echt heel erg pijnlijk vind. En ik vind het echt heel vervelend eigenlijk om op hakken te lopen. Ik kan het ook niet zo goed. Ik doe het alleen op gala. Ik hou liever van platte schoenen. Nee, ik vond het wel een creatief antwoord. Nee. Dat was wel een creatief antwoord. Ik ben inderdaad niet zo groot. Draagt Eline liever een broek of een jurk? Broek. Dat is wel echt waar. Ik ben echt een broekmens. Wat zijn jullie favoriete dieren? Mijn favoriete dier is een kat. Kat? Ja. Zit je nou raar te kijken? We hebben toch 5 katten? 2 bij mijn moeder en 3 bij mijn vader. Of nee, 4 bij mijn moeder en 3 bij mijn vader.
7, dus niet 5. 7, ja, inderdaad. Ik dacht even aan 2. Katten zijn mijn favoriete dieren. En bij jou? Ik ga toch meer naar de, Afrikaanse achtergrond en dan zeg ik leeuwen of zo. Ja. Is dat je favoriete dier? Ja, ik denk het wel. Een leeuw? Ja. Oh, dus je mag alles. Ik dacht huisdier. Staat dat er? Nee. En je kan ook een leeuw als huisdier. Favoriete dier. Je kan ook een leeuw als huisdier hebben. Dus. Nee. Kom op. Oh, nou, in dat geval denk ik dat ik een vlinder. Ik vind vlinders echt, zeg maar, ik vind het wel. Wat zit je nou op de facepalmen? Yes. Ik vind het, zeg maar, een mooi idee dat zo'n soort van lelijke rups dan door zo'n mooie vlinder wordt. En ik heb dus ook spiegelflex, waar ik nu mee opneem. En ik merk dat ik heel vaak foto's van vlinders wil maken, omdat ik vlinders zo mooi vind. Je hebt een katten vlinders eten. Nou en? Als jullie huis af zou branden en je hele gezin was al gered, wat zou je dan meenemen en waarom? Als je hele gezin gered is, betekent dat ook de dieren? Anders zou ik alle dieren redden. Maar nee, maar de dieren inbegrepen, ja. Oké. Als de dieren ook veilig zouden zijn, wat zou ik dan meenemen uit mijn huis? Eigenlijk telt dat niet echt meer, want ik woon op mezelf. Dus ik woon niet meer echt bij... Maar stel, je was nog thuis. Als ik nog thuis woonde. Ik denk dat ik mijn laptop en mijn spiegelreflex mee zou nemen. Ik kan echt niet zonder mijn laptop, eigenlijk sowieso. Maar ook niet zonder mijn spiegelflex. Dan neem ik mijn filmpjes mee op. En jij? Wat zou jij meenemen? Ik ga een heel nerdy antwoord geven, maar ik ga denk ik toch voor mijn PlayStation 3. Ja. Hij houdt echt van gamen. Nou. Qua films. Heb je dan liever een comedy, horror of een ander genre? Ik hou bijvoorbeeld echt niet van horror. Ik hou echt niet van enge films. Waarom zou je vrijwillig een enge film kijken terwijl je er helemaal bang van wordt? Ik vind het niet fijn om bang te zijn. Ik snap niet waarom mensen vrijwillig helemaal bang willen zijn terwijl ze dan niet eens meer naar de wc durven. Ik hou van comedies. En ook wel van romantische films. Maar ik vind wel dat er echt een clue in moet zitten. Er moet wel echt een verhaal in zitten. Het is niet... Ja, dat vind ik belangrijk in een film. En jij? Wat voor films vind jij het leukst? Nou, eigenlijk comedy en horror. Comedy en horror? Ja. De Scary Movie is helemaal geweldig. Ja, dat was wel leuk. Vind ik. Ja. Ja. Ah, nee eens. BlackBerry, iPhone of Android? We hebben allebei een BlackBerry gehad. Ja. Dat zijn eigenlijk kuttelefoons. En iPhone hebben we nooit gehad. Ik heb ook niks van Apple. Heb jij wel? Ja, jij hebt een iPad. Ik heb een iPod, sorry. Had ik maar een iPad. Een iPod. En ik ga persoonlijk liever voor Android, omdat dat... Ja, je kan er bijna alle apps mee downloaden en zo. En ik ben heel erg blij met mijn Samsung S3. Sluipreclame. Maar ik ben er heel erg blij mee en ik vind Android gewoon goed. En jou? Nou, ik heb een paar mensen uit mijn klas hebben iPhone en daar heb ik een goede verhaal over gehoord. En ik denk dat ik ook voor iPhone ga volgende keer. Of een Android, maar sowieso geen BlackBerry meer. Maar heb je liever iPhone of Android? Het is bijna hetzelfde, maar ik denk een iPhone. Wat is de favoriete film van de ander? Kijk of je die weet. Film of mijn serie? Mijn lievelingsfilm. Film of serie? Mijn lievelingsfilm. Benny. Mijn lievelingsfilm is A Walk to Remember. Dat is een... Hoe fuck moet ik dat even? Nou, volgens mij heb ik dat ooit tegen je gezegd. Moet je de fax eigenlijk eruit piepen? Weet ik niet. Voor mij mag je fax zeggen. Wat is jouw favoriete film? Even denken. Lord of the Rings? Wat? Weet ik veel. Je keek vroeger heel veel naar Lord of the Rings. Toen ik 6 was? Niet 6. Je was toen 12 of zo. Wat is dan je lievelingsfilm? Ik heb geen lievelingsfilm. Dat is niet eerlijk. Als je geen lievelingsfilm hebt, dan kan ik hem ook nooit raden. Als je de allerbeste film die je ooit gezien had. Scary Movie? Nee. White Chicks? Nee. Dat was wel leuk, toch? Ja, dat was wel leuk, maar... Je kent hem niet eens. Hij staat wel in de kast toevallig thuis. Ik zou zeggen The Rise and Fall of Rome. The Rise and Fall of Rome.
Oorlogfilm. Ja, soort van. Oké, volgende. Noem iets raars dat je laatst gegeten hebt. Ik vind deze vraag raar. Ik heb eigenlijk niks raars gegeten, denk ik. Wel laatst bijna. Er was een huisgenootje van mij. En die had een soort van augurk gewikkeld in wijnbladeren en met rijst. Maar iedereen die er een hapje van nam, die ging bijna overgeven. Dus ik heb het niet geproefd. Maar anders had ik iets raars gegeten. Nou, toevallig eigenlijk een paar dagen geleden. Toen had ik, weet niet wat er was, maar mijn stiefmoeder had gehakt, gewikkeld in bacon gemaakt. Huh? Ja, ik denk dat dat raar is. Gehakt in bacon? Dat was op zich best lekker. Ja, dat lijkt me wel lekker, maar ik zou er niet zo snel op komen. Gewoon als je te veel vlees over hebt, dan wikkel je het bij elkaar of zo. Hebben jullie iets dat hetzelfde is? Doe dus op spullen of? Qua kleding of qua uiterlijk of? Doen we allebei? Qua uiterlijk, wat hebben wij hetzelfde? Ik kan wel hebben, dichter bij de camera's. Het schijnt dat wij het schijnt dat wij dezelfde oren hebben. We hebben allebei hele kleine oortjes, blijkbaar. Ja, ik denk dat de oren wel hetzelfde zijn. Ja. Alleen heb jij dan geen piercing, geen helix piercing in een gewone oorbel. Ja, ik denk dat dat het enige is. En misschien de vorm van het gezicht. Zeg maar, we hebben allebei, denk ik, ovaal gezicht. Hij viel net uit. Dus vandaar. Dus nu moeten we de laatste vraag opnieuw doen. De laatste vraag was, wat is de anders favoriete tv-serie? Die weet ik. Ja, die had hij goed. Pretty Little Liars. Pretty Liars! Ik hou er echt van. Ik ben verslaafd. En Michiel, die heeft geen favoriete tv-programma. Want die kijkt geen tv-programma's. Die kijkt geen tv-series. Nou, ik heb geen favoriete tv-series. Nee, jij hebt geen favoriete tv-series. Nee. Dus ik kan die vraag ook niet beantwoorden. Ja. Ik weet niet. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe wij de brother and sister tag deden. Wat officieel dus de sister tag was. En laat gewoon bij je reacties sowieso achter wat je van ons vond. Wat je van de tag vond. En of je Michiel vaker wil zien in mijn filmpjes en wat we dan gaan doen. Verder kun je een duimpje achterlaten. Dat vind ik echt super tof als je dat doet. En Michiel ook. En je kan ook abonneren als je het leuk vindt. Wij vinden het wel leuk. Ik vind het leuk in ieder geval. En kanaal. Dat is mijn kanaal, ja. Nou. Ik vind het leuk als mensen abonneren. En als je al geabonneerd bent, dan ben je echt geweldig. Dan ben je super toppie. Awkward. Awkward. Ongemakkelijk. Dat is van kut. Dit is ongemakkelijk. Ongemakkelijk. Kan het niet eens. En als je nog vragen hebt voor Michiel en voor mij, dan kun je die ook achterlaten bij de reacties. Dan maken we gewoon een deel 2 of zo. Van, ja. Vind ik wel leuk. Van Brother and Sister Talk. Maar dan moeten er wel genoeg vragen zijn. Dus als je vragen hebt die ineens in je hoofd opkomt, dan moet je hem gewoon erachter laten, want er moeten veel vragen zijn. En we kunnen niet beloven dat we elke vraag gaan beantwoorden. Maar misschien wel. En ja, abonneer maar gewoon, dan zie je het volgende filmpje ook verschijnen. En tot de volgende keer. Doei! Doei. Doei. Doe je mij nou na? Doei. Zet hem maar stop. Michiel heeft een puist op zijn kin. Ik ben Eline, ja. Dat lijkt me logisch, maar...